misgaat, zou de thuisploeg toch in ieder geval een gelijkspel verdienen. Claudemier. Verhaag. Pluim. Kaya. Hos. En Claudemier. Bezorgd. Vitesse de verdiende gelijkmaker. Het heeft even geduurd. Het is ook weer het gevolg van een hele mooie combinatie. Het kan dus blijkbaar wel. En vlak voor tijd komt Vitesse naast FC Utrecht. En dat lucht op. Kaya, dit is vrij van Hofs. De hoek is lastig. De bal erg hard. Op een hoogte waar Vorm problemen mee heeft. Dat kan ook niet anders. Die bal die komt van een meter of 7, 8. Hofs. Fijn voetballen zo. Claudemier. Oh la la. Wat een mooie. Ja. Een beetje zelfvertrouwen doet wonderen. En voor elke ploeg die een wat moeilijke fase doormaakt in de competitie is FC Os op dit moment. Nielsson in de laatste minuut van de blessuretijd. Kan Vitesse het uit gaan spelen en doet het dat heel fraai. Claudemier mag uiteindelijk de trekker overhalen. En hij zet Vitesse op 2-0. Fraai uitgespeeld. Nielsson. Stevanovic met veel gevoel. En Claudemier die het afrondt. In de 94ste minuut en dan weet hij het helemaal zeker. De drie punten zijn in de tas. Daar komt de vrije man. Claudemier is het. 2-0 voor Vitesse. En de beslissing in deze wedstrijd. Wat mag hij vrij inkoppen? En juicht en weet dat de drie punten nu veilig zijn. Bos. Eerste doelpunt van het seizoen voor de Braziliaan Claudemier. Hij viert hem met Santi Kolk. Natuurlijk ook nog met Hofs. En zo komt hij tot stand. Buettner mag vrij voorzetten. Ja, en als je dan zo verdedigt. Als je je tegenstander zo vogelvrij laat inlopen. Radomski, die zijn tegenstander uit het oog verliest. Dan geef je het wel heel erg makkelijk op. Dat is fantastisch gedaan. Een hele fraaie goal levert het op van Claudemier. Een 2-0 voorsprong voor Vitesse. Mooi gespeeld. Kijkt, weet wat hij wil en let op het lopen van Claudemier. Ja, dat is mooi. En zo gaat Vitesse voor de derde zege op rij. Ik kan me niet voorstellen dat Utrecht daar wapens tegen vindt. Daar speelt het toch te vlakjes voor. Van Dijk onoplettend. Nielsson misschien al voor 3-0. Nielsson, nog altijd is dat mogelijk. Nog altijd is dat mogelijk. Het is 3-0. Het is 3-0. Een beetje bij toeval. En het is weer Claudemier. Zo beleef je lange tijd niks. En slaat Vitesse binnen een minuut twee keer toe. Zo scoor je nooit en zo maak je er twee binnen één minuut. Het is voor Claudemier en daarmee voor heel Vitesse heel prettig.
Ja, de bal van Nielsen wordt van richting veranderd en dan staat de Braziliaan het meest op te letten. Vrij trap voor Vitesse. Snel genomen, Jansen. En die kan lekker schieten, probeert het maar eens. En daar is het doelpunt van Claudemier. Het is 4-3. En Vitesse heeft er een heel klein beetje hoop. Hartschot van Theo Jansen. De redding van Bosker is niet afdoende, want hij legt hem zo in de voeten van Claudemier. Die maakt het dan heel rustig af. En zo heeft hij zijn eerste Arnhemse doelpunt in ieder geval te pakken. Geen buitenspel, dus mag Claudemier door en dat is raak. Dus Vitesse toch terug. En heeft de thuisploeg de voorrust, de aansluiting gevonden. Hij was toch wel houdbaar volgens mij. Goeie combinatie. Geen buitenspel blijkbaar. En Claudemier inzet. Ja, die moet de Rauwelaar eigenlijk wel hebben. Maar is het geen buitenspel van Mekelisveli? Daar gaan de protesten van de NAC-spelers naar uit. Maar wel te lang. Vitesse op jacht naar de derde. Lorca voor het doel. Daarachter Jansen die het ineens doet. Lorca raakt hem helemaal verkeerd. Maar de derde is er alsnog. En het is Claudemier die hem maakt. En alle twijfel die er misschien nog was, is nu echt weg. Ja, ze kunnen er wel om lachen, want het past ook wel een beetje bij de wedstrijd, dit doelpunt. Het is allemaal niet zo bedoeld, maar uiteindelijk lukt het dan toch een keer. Jansen raakt de bal wel goed. Lorca helemaal verkeerd. Maar hij heeft daar een assist. Jansen via Slot. Lorca met heel veel geluk bij Claudemier. En 3-0 voor Vitesse.